Dit weekend zijn we gestart, of niet wij, maar dit weekend is één vaccinatiepunt gestart met het verstrekken van het Sinopharm vaccin. We gaan hierover praten met Javier Assin. Hij is coördinator daar bij POC, hij is tevens ook arts en hij gaat ons vertellen hoe het allemaal is verlopen tot nu toe. Meneer Assin, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in Mantintaki, hoe gaat het met u? Het gaat prima. Zeg het maar. Ja, we hadden tenminste, zoals ik al had aangegeven, afgelopen zaterdag is POC begonnen met het verstrekken van het Sinopharm vaccin. Hoe is het verlopen? Het is boven verwachting gelopen. We hadden eigenlijk een soft launch om te kijken of het kinderziektes waren. Het is een nieuw vaccin en het is een nieuw protocol. En het is ook een nieuwe groep die we vaccineren, die in grote getalen komt. Dus we moesten het eerst uittesten. Daarom hadden we niet te veel mensen uitgenodigd. We hadden 50 uitgenodigd voor zaterdag en 200 voor zondag om te oefenen, zeg maar. Maar ja, diep boven verwachting, want we kregen 10 keer zoveel mensen. Hebben we uiteindelijk meer dan 3000 mensen gevaccineerd. Het is prima gegaan, verantwoord gegaan. Mensen hebben niet te lang hoeven te wachten. Het was heel erg heet, dus we probeerden ook mensen zo snel mogelijk te helpen en dat is ook redelijk tot goed gelukt. Oké, en gisteren is dan de officiële launch geweest voor het vaccineren met Sinopharm. Is het net als het afgelopen weekend ook zo'n grote toeloop geweest van mensen? Iets minder. We hebben gisteren ruim 1800 mensen gevaccineerd en we waren ook wat langer open, van 10 tot 6. Dus het is iets minder druk geweest, maar toch wel behoorlijk druk op momenten. En wat wel jammer is dat gisteren toch wel zo was dat mensen ietsje langer hebben moeten wachten, omdat het op een gegeven moment heel druk werd op één moment. Oké, en hoe... U heeft daar aangegeven, zaterdag, zondag was het heel druk. Men hoefde niet lang te wachten. Wat is de gemiddelde wachttijd geweest? Of hoe lang duurde het allemaal proces van naar binnen komen, screening en vaccineren? Dat duurt ongeveer 20 minuten tot een half uur, als er geen rijen zijn. En dat bestaat uit een intake die een paar minuutjes duurt, 2-3 minuten. De prik, dat is in een paar seconden gebeurd. En daarna moet er 15 minuten geobserveerd worden. En het observeren, dat heeft meer te maken met of mensen zich goed voelen nadat ze het prikje hebben gehad. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben duizenden mensen tot nu toe gevaccineerd. En er is zelden tot nooit iets. Dus, wat ik heb gezien is misschien 10 tot 20 mensen die een beetje licht voelen in het hoofd. En die hebben wat suiker of wat water gekregen en dan ging het weer goed. Het is op zich heel erg normaal. Sommige mensen vallen flauw na een prikje en dat is dezelfde reactie. De wachttijd is varieerd. Het kan een uur duren wanneer er echt heel veel mensen tegelijkertijd zijn. Dat verwachten we de rest van de week overigens niet meer. En dat heeft te maken met de organisatie van de verschillende Chinese verenigingen. Die mensen hebben voorgeregistreerd en die mensen dan berichtjes sturen wanneer ze kunnen komen. Daardoor hebben we niet steeds een te grote toeloop. Het gaat heel erg gefaseerd. En daardoor hebben we ook ruimte om mensen die niet voorgeregistreerd zijn, dus de Surinamers die niet bij de Chinese organisaties geregistreerd zijn, om die ook heel snel te helpen. En heeft u gemerkt dat er, los van de Chinese organisaties, heeft u gemerkt dat er ook interesse bestaat binnen de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname voor Sinopharm? Ja, behoorlijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel opvallend vond. Omdat we in Suriname nog niet zo heel veel weten over Sinopharm. Het is wel een veilig vaccin. Het is goedgekeurd door de WHO. En wat je merkt is dat de mensen die komen, die hebben zich toch wel goed laten informeren. En die weten ook waar ze zich mee laten vaccineren. Ik vind dat wel heel mooi. Hebben mensen, voordat ze zouden vaccineren, hebben mensen of heeft u mensen horen praten waarom zij voor Sinopharm kiezen? Ja,
Er zijn eigenlijk twee redenen. Ik neem aan dat u bedoelt de mensen die niet via de Chinese organisaties komen. Dat klopt. De Chinezen die doen dat voornamelijk omdat ze dat van hun familie uit China hebben gehoord, dat het een heel goed vaccin is en dat ze heel goede ervaringen ermee hebben. Dus dat is de ene groep. De andere groep die dat niet heeft gehoord van familie uit China. Pardon, ik neem even een slokje. De mensen die dat niet hebben gehoord via familie of anderen die daar ervaring mee hebben, die hebben twee redenen. Eén is, Sinopharm is een vaccin dat op de oude traditionele manier is ontwikkeld. En daar heeft men op dit moment meer vertrouwen in. Omdat we dat al kennen uit het gele boekje en als kind daarmee gevaccineerd zijn. Dus het is met name de bekendheid met de manier waarop het ontwikkeld wordt. En een andere reden, die vind ik ietsje minder terecht, maar elke reden van iemand is uiteindelijk wel terecht, is omdat ze wat bang zijn geworden over de negatieve publiciteit rondom AstraZeneca. Oké. En heeft u ook gemerkt, want we zijn al een tijdje bezig met AstraZeneca, er is heel veel angst binnen de samenleving, eigenlijk niet alleen over AstraZeneca, maar over de verschillende COVID-vaccins. Heeft u gemerkt, want het blijkt dan ook dat een bepaalde bevolkingsgroepen zich liever niet willen vaccineren, heeft u gemerkt dat dat bij Sinopharm toch, dat het lijkt alsof er toch wel meer interesse is vanuit die bevolkingsgroepen? Ik moet u eerlijk zeggen dat we zijn pas 3 dagen bezig. De getallen, daar kan je mogelijk een indruk van krijgen, maar dat is nog geen bewijs. Dus ik vind het heel gevaarlijk om te zeggen van, ja, de mensen die twijfelen, die kiezen liever voor Sinopharm. Mm-hmm. Stiekem heb ik wel die indruk, maar ik kan dat niet bewijzen, omdat er nog te weinig mensen zijn gekomen op basis waarvan ik kan zeggen van, ja, het is zo. Voor nu is deze campagne te POC is eigenlijk tot 18 juli zijn jullie bezig. Wat zal er nadien gebeuren? Daar gaan we de komende week naar kijken. De mensen die van de afgelopen dagen hun Sinopharm vaccin hebben gekregen, hun eerste prikje, die moeten over 3 weken terugkomen. Dus we verwachten over 3 weken net zo'n drukte. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen de afgelopen 10 weken met AstraZeneca gevaccineerd. Nog niet genoeg, maar wel behoorlijk veel. En die mensen die gaan dus nu de komende weken ook komen voor hun tweede prikje. En dat is de reden waarom we de komende dagen gaan evalueren over hoe we deze mensen het beste verantwoord en snel kunnen helpen onder prettige omstandigheden. Dus fijne priklocaties. Voldoende parkeerplaats, weinig wachttijd en dat soort zaken. Is er een optie bekeken om het team misschien rond die periode te vergroten? Het team bedoelt je? Degene die vaccineren, want het is een hele toeloop met Sinopharm, ook met AstraZeneca. En degene die weer gevaccineerd moeten worden en degene die geïnteresseerd zijn in Sinopharm, moeten er dan niet meer mensen ingezet worden om te assisteren? Absoluut. Heeft u helemaal gelijk in. En daar zijn we ook hard mee bezig. Ik moet niet vergeten, er zijn behoorlijk veel vrijwilligers, meer dan 100 geloof ik, die dagelijks helpen met het vaccineren, want het is niet alleen degene die de prik zet, maar er zit een hele organisatie omheen om ervoor te zorgen dat het ordelijk verloopt, dat de mensen de juiste vragen gesteld worden, dat de mensen geobserveerd worden na het prikje. Dus op een site waar ik nu werk, bijvoorbeeld POC, hebben we ongeveer 50 tot 60 vrijwilligers, los van de prikkers die van de RGD, de PCS, RKZ, en diaconessenhuis beschikbaar worden gesteld. Ja. Dus het is een forse organisatie. Wat u terecht opmerkt, er komt een enorme golf, in dit geval een positieve golf van mensen die zich voor de tweede prik laten vaccineren. En ja, we hebben daar wel wat meer vrijwilligers voor nodig. Dus ik roep ook mensen op die graag willen helpen om zich daarvoor aan te melden. Bij wie kunnen ze zich aanmelden, meneer Asin?
Er is een groep die zich daarmee bezighoudt. Ik kan de namen noemen. Maar wellicht, dat is de vrijwilligersvaccinatiegroep. De namen die me nu meteen naar voren komen zijn Margarita González, Enid Bergval. Het gaat via SUFOSU, geloof ik. Met Dita Elftak. Dus dat zijn mensen die benaderd kunnen worden. Maar het beste kanaal is denk ik het NCT. Er is een Facebookpagina. Dat is de Nationaal Coördinatieteam voor de Vaccinaties, NCT Suriname. En via die Facebookpagina kan daar informatie ingewonnen worden en gevraagd worden. Hartelijk dank voor de informatie, meneer Assin. Heel veel succes vandaag ook. Vandaag is de tweede officiële dag. Gisteren is het allemaal begonnen. Dus ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop dat heel veel mensen oproep geven aan het, of tenminste gehoor geven aan de oproep om zich als vrijwilligers op te geven om te assisteren bij deze projecten. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Alsjeblieft, een fijne dag verder. Ook voor u en voor iedereen. Dank u, goeiedag.